Leerlingen van het Surinaams Pedagogisch Instituut Nkeripin en het Christelijk Pedagogisch Instituut CPI hebben afgelopen zaterdag meegedaan aan een Anansi Storytelling wedstrijd. De wedstrijd is georganiseerd door Stichting Projecten in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Suriname. Het is de eerste keer in Suriname dat zo'n storytellingwedstrijd gehouden is met verhalen van Anansi. Elke school was vertegenwoordigd door 2 leerlingen die op creatieve wijze de verhalen ten gehore brachten. Er waren prijzen te winnen in school als ook individueel verband. Het SPI dat de eerste plaats bemachtigde, gevolgd door het Pedagogisch Instituut Nkeri. Het CPI eindigde op de 3e plaats. Op individuele basis was het de scholier Marcel Abelinti die er vandoor ging met de eerste prijs. Zijn verhaal heet Anansi, Tigri en Sikri. Anansi had naar school, voor de poort van de school, had je vriend Tigri, baas Hari, met een hele delegatie. Staat daar, vriend Tigri staat, en hij ziet Anansi in de verte komen en zegt, hey boy, look up at Anansi, en wij de hele delegatie, zo op Anansi. Kent jullie pata? Grote lange pad had Anansi. Wado, wado. Anansi komt. Tigri kijkt. Anansi komt. Daar begon Tigri met zijn hele gaten met dat bekend lied. Wado, wado, wie jij wakai. 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 Anansi liep langs. Heeft niet dat Tigri geproken. Heeft boos. De tweede individuele prijs ging naar de leerling Suzanne Kaljasas en de derde naar Fariel Eersterling met het verhaal Anansi Freeman. Anansi loopt naar zijn kamer, gaat op zijn stoel zitten en hij gaat online. Ja, Anansi zelf is ook op Facebook. Anansi heeft een vriendenchat met mensen van verschillende landen. En Anansi heeft meer dan 2000 vrienden op Facebook. Zo bekend is Anansi. Misschien hebben jullie hem ook op Facebook, maar jullie weten het niet. En ze chatten. Ze praten over alles en nog wat. En hun laatste onderwerp was Suriname. Leerling Fariel Eersteling met het verhaal Anansi Freeman. Zaterdag tijdens de Anansi Storytelling wedstrijd. Zowel de scholen als de leerlingen hebben bedragen tot 5000 SAD ontvangen. Ook voedsel en schoolpakketten behoorden tot de prijzen. De wedstrijd is gehouden in de grote zaal van het Saron Kinderhuis.